Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen keer hermoden. In deze video gaan we het seizoen proberen af te ronden. We beginnen hier met de bekerfinale. Europees zijn we helaas al uitgeschakeld, maar we doen wel nog mee met kampioenschap. We staan eerst, maar eerst nog de Crocky Cup finale. Ik vind het wel altijd leuk om de bekerfinale zelf te spelen. En Stolnaar heeft Genk uitgeschakeld om tot in de finale te komen. Wij kunnen beginnen. Pasen. Moussonda. Ah, Moussonda mist. No. En een Stolnaar komt op voorsprong. Geen goede begin van de bekerfinale. Moussonda, pasen. En schiet op de verdediger. Ja, goed gedaan. Pasen, Peter. Nu afmaken. Oh, de paal. No. Nu afmaken. Yes. De gelijkmaker. Het heeft lang geduurd voor we konden scoren. Oh, no. En we staan weer achter. Ja, nu. Dit is heel erg belangrijk nu in de wedstrijd. Afmaken! Afmaken! No! Ah, het is afgelopen. Stolnaar gaat de beker winnen. Ja, we verliezen. Ik hoop dat we dan toch wel de landskampioen kunnen worden. Tegen Brugge simuleren. Ja, Aleftal kan wel winnen. Tegen Brugge. Oké, het zijn nog 4 wedstrijden, dus nog 12 punten te verdienen. Ik ga deze wedstrijd spelen tegen Genk. Als we deze winnen, denk ik dat we dan al kampioen zijn. Weet ik niet zeker. Ja, met een overwinning zijn we kampioen, maar we staan nu achter. Oké, doe gewoon veel. Dit is belangrijk. Nee. Oeh, keeper moet nog redden. Oh, dat was net van de lijn gehaald. Onderscheppen. Ja, goed zo. En het is 2-0-2. Ah ja, het zit niet mee. Alonso. Top. Weer geen goal. Astafangs. En dan toch een goal. Maar veel te laat in de wedstrijd. Ja. We zijn nog geen kampioen. Ja, we staan nog 3 punten voor en we hebben een wedstrijd minder gespeeld dan Genk. Dus misschien kunt dan toch kampioen worden dan maar nu tegen Brugge. Oké, heel erg belangrijke wedstrijd. De vorige wedstrijd zijn we geen kampioen geworden. Maar nu kan het wel in deze wedstrijd. Dus hopelijk zal ons dat lukken. De stadion zal wel heel erg gevuld zijn. Oh nee, Orban, tackle. En Orban scoort. Ai ai. Alweer Orban. Nu. Afstandsschot. En nog keeper. Nu. Yes. De gelijkmaker. Dit doelpunt is heel erg cruciaal. We moeten deze wedstrijd zeker winnen. Want we willen echt eens kampioen worden in deze carrière-mode. Vermeer. Kan hij ons kampioen maken? Oh nee, hij mist. Hier nog een kans. Om af te maken. Ja, we staan voor. Misschien een hat-trick. Nee, paal kwam niet aan. Nu. Ja. 3-1. Oké, passen. Hier is Club Brugge bedoel ik. Oh, geblokt. Oppassen. Oh, daar scoorden ze nog bijna. Als de Franks. Yes. 4-1. Ik denk dat we dan eindelijk kampioen gaan worden. Of Club Brugge moet nu opeens 3 keer scoren. Ja, we zijn kampioen. Ik had het even mis. Ik dacht dat we kampioen konden worden. Maar we zijn nog geen kampioen, want het verschil is 6 punten. En er zijn nog 6 punten te verdienen, dus ja. Genk kan eigenlijk kampioen worden als we de volgende 2 wedstrijden verliezen. En zij hebben
Zij winnen beide wedstrijden en ze hebben dan, en als ze dan nog een betere doelpuntensaldo hebben, kunnen ze kampioen worden. Dus we zijn nog geen kampioen, maar we kunnen nu wel worden in een wedstrijd tegen Antwerp. Dus misschien kunnen we dan nu op de bos wel kampioen worden. Oh, van de lijn. Oef, ik dacht dat hij al binnen zou zitten. We hebben eigenlijk ook genoeg aan gelijkspel om door te, om te winnen. Kampioen te worden, bedoel ik. Ah, slechte kopbal. Noran veel voor de bal, maar hij verliest weer bal. Afwerken. Ja, de goal. Alonso. Pasen. Als de Franks. Oh. Oh, is net niet binnen. Maar die moest echt afgewerkt worden. Hij is erdoor. Om het helemaal af te maken. Ja. 0-2. Even oprecht zo ook even een speelminuutje geven. Nog naast de aanval misschien. Hij is erdoor. Nee. Ja, we zijn kampioen. Eindelijk. Naar, Ik denk al toch wel het vierde of het derde seizoen dat we spelen en dan zijn we nu eindelijk kampioen. Het heeft een tijdje geduurd, maar ja, nu zijn we het eindelijk kampioen in België. Ah, alle spelers zijn blij. Ze hebben het heel erg verdiend. Wie gaat de bek optillen? Mooi om te zien. Kampioen worden ook nog eens winnen met een derby tegen Antwerp. En nog een foto. Mooi zo. En is er ook nog. Ja, de laatste wedstrijd simuleer ik gewoon nog even, want ja, we zijn toch al kampioen, dus het maakt niet uit als we deze verliezen. Ik ga zelfs mijn speelvertal spelers nog een speelminuutje geven. Oh, we winnen met 1-3. Moussona scoort nog eens, oké. Okay. Nou, dit was een leuk seizoen. Even het nieuws eens lezen. Speler van de competitie is een van Antwerp. Keeper van het toernooi is onze keeper. Orban wint de gouden schoen met 21 doelpunten. De team van de competitie. Ah, helemaal geen spelers van ons team. Ik had dat wel verwacht. Dat er toch wel één speler van ons zou tussen zitten. En hier, hier zouden we de titel binnenhalen. Ik ga even simuleren tot hier zo. Ik ga even kijken naar de Europese competities en zo. Dus, of ja, hier kan ik ook nog even kijken. Wij zijn kampioen met wel veel punten. Cercle wint de eerste playoffs. De Koge Cup hebben we helaas niet kunnen winnen. Oh, hier wint Cercle. Of nee, ik bedoel, hier wint Antwerp. De eerste cup is gewonnen door Arsenal. Ah, de Champions League is gewonnen door PSG. Even de groepfases en zo nog eens even kijken. Hier zaten wij met een derde plek. En hier zat Ajax. En hier zit Club Brugge. Laatste 16. Kwartfinale. Halve finale. En dan hier de finale. Ja. Hier speelden wij tegen Wolves. En Club Brugge moest tegen Napoli. Hier hadden we Sporting en Lissabon uitgeschakeld. Hier hadden we, zijn we net snipt uitgeschakeld door Leipzig. Leipzig heeft dan Dortmund nog kunnen uitschakelen. Is de uiteindelijke winnaar in Europa League Atletico Madrid. We hebben hier zien. De Conference League. Laatste 16. Oei. Leuven heeft verloren van ploeg uit Hongarije.
kwartfinale, halve finale, nu de finale. Chelsea wordt dan uiteindelijk kampioen. Zowel PC als Van der Voort hebben evenveel clean sheets. Hier assist. Oh, Orban heeft ook veel assisten gemaakt. Drie spelers van ons die 7 assisten hebben. Je hebt het zien in de Champions League. Durham veel heeft de meeste assisten in de Champions League. En Aster Frank doet het hier ook goed. Goals. Ja, daar heeft Morillo van ons de meeste. Met 6. Hij had er veel gescoord in de kwalificatie van de Champions League. Oké. Nu de Europa League topscorer is David. Een assist. Ja, de beste speler van ons is Alonso op de 13e plaats. 0 tegen doelpunt. Ja, we meestal kregen wel veel doelpunten tegen hier. Even kijken, de Conference League. Oké. Nu alle competities bekijken. Denemarken, Kopenhagen kampioen. Hier Bayern, Premier League. Manchester City kampioen. Oké. Fulham gepromoveerd en Nottingham Forest ook. Oh, Nice kampioen. Is wel een onverwachte winnaar. Juventus kampioen. Nederland Ajax kampioen. Ja, de Noorse competitie loopt nog. Oostenrijk. Austria Wien. Polen. Lech Poznan. Portugal. Porto kampioen. Hier El Nassar. Schotland. Celtic. Hier Real Madrid. Turkije. Galatasaray. En hier in Zwitserland is Young Boys. Ga ik even nog spelerstatistieken bekijken. En dan wil ik je bedanken om te kijken naar deze video. We hebben eindelijk nog een seizoen kunnen afsluiten. En nu heb ik eigenlijk nog een vraagje voor jullie. Willen jullie eigenlijk dat ik nog doorga met deze carrière mode? Of willen jullie dat ik stop? Ik laat dan even weten in de reacties. Want ja, ik denk dat het wel leuk is om de carrière mode net af te sluiten als we kampioen zijn geworden. Maar ja, als jullie echt willen dat ik nog doorga, laat het dan even weten in de reacties. Ik vond het zeker heel erg leuk om deze carrière mode te doen. Toch wel een van mijn favoriete carrière modes op YouTube. En ik moet jullie ook bedanken om te kijken naar deze carrière mode. En dan was dit dan misschien wel de laatste aflevering. Tenzij als jullie nog een als jullie willen dat deze serie nog verder gaat. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik u weer terug bij een andere video.